We're coming in too fast. Damn, air brake failure. They blew too early. Nou, dan gaan we nog een keer. Ja, ik kan maar met twee spelers co-op spelen. Helaas. Chief? Chief, can you hear me? At last. Are you all right? Maar Mima, jij moet er niet 10 jaar jonger uitzien. Jij moet er juist uitzien als een oude, wijze wizard. Warning. I've detected multiple Covenant dropships on approach. I recommend moving into those hills. If we're lucky. Halve eeuw, de eind van de maand. Jezus Christus, Mima. Zie, dat bedoel ik. Ik ben echt pleuren zaad, man. Ben je niet veel te oud voor computerspelletjes, Mima? Kapitein Mima. Altijd zo negatief, hè, die man. Ja, man. Verschrikkelijk. Jezus, schat. Verdamme, ben jij niet. Verschrikkelijk. Ze hebben jou gespot dan, hè, klootzak. Als je gewoon langs deze zijkant loopt. Ja, kom dan. Ik wil dat niet. Dit gaat ons echt kostbare munitie kosten. Hij vloog in de boom. Boom! Dat is één. Oh, nou een grote dropship heeft ons ook gevonden. Oké, dit wordt best wel een pittig stukje, man. We should check to see if there are any survivors. Ik hou jou gewoon voor. No worries, man. Dit is grote open ruimte. Nu kan ik je niet per ongeluk killen. Hoe sneller we deze motherfuckers down hebben, dan vechten die mariniers met ons mee. Even kijken hoe het er vroeger uitzag. Good to see you, sir. Wat een verschil. It's a mess, sir. We're scattered all over the place. Ik kan nu wel heel chill wapens spotten. Don't worry, sergeant. Wat een verschil. Ik moet zeggen, ik vind de oude sergeant vind ik er toffer uitzien dan de nieuwe. Look sharp. Covenant dropship on approach. I could use some help over here. No, I'm on my way, man. Ik heb ook gewoon nog steeds hier. Deze boom is fucking groot. Eerste rode. Oh, kut. Nu de blauwe. Ah, oh, die dropship heeft het op mij gemunt, man. Oh, hier, boven bij ons. Nee. Ik heb zeker weer 8 kogels in je achterhoofd geramd. Oh, kut. Rode elite. Ik heb geen shield. Ben jij nog? Ben down? Ja. Ja, dan ren ik weg. Ah! Nee! Hoe kan het nou? What the fuck? Nee, joh. Oh, man. Ik dacht echt dat je makkelijk die jump kon maken. Oh, wat een fucking bullshit, man. Geklipt. Smash Rocket staat alweer klaar, hoor. Ik weet het zeker. Same here, man. Oh, hier beneden gelijk weer een elite. Ik ben down. Oh, boven ook een elite. Rent eentje de trap op nu.
guys down. Woo! Ja, nu krijgen we de Warthog. Roger, Echo 419. This is Fireteam Charlie. We read you. Is that you, Foehammer? Roger, Fireteam Charlie. Good to hear from you. Foehammer, we need transportation to the command shuttle. I'm on my way. I'm on my way. Look, more lifeboats. They're coming in fast. If those lifeboats make it down, the Covenant are going to be right on top of them. Foehammer, we need you to disengage your Warthog. The Master Chief and I are going to see if we can see. Wil je rijden of wil je schieten? Roger, Cortana. Rij is drama. Oké. Okay. Ga ik rijden. Okay, Charlie Team, Warthog deployed. Saddle up and give them hell. Roger, Foehammer. Stand by to evac survivors and transport them to safety. Oh ja, daar. That's affirmative. Echo 419, staying on station. Foehammer out. Kijk, liggen hier achterin niks in de... Ah, ja, map packs lagen er, maar... Pa-pa-pa-pa. Moet hier naar beneden, toch? Ik dacht dat we hier ergens een gat in de grond moesten. Oh ja, ik wou net zeggen. Not a natural formation. Someone built. So it must lead somewhere. I've hacked into the Covenant battle network. Actually broadcasting tactical data on unencrypted channels. We should show them who they're dealing with. Master Chief, I'm going to use your suit's transcom system to monitor their chatter. Heel kut om een hoek heen gaan. Yo, kwarktaartje. Ik dacht eerst naar huis, ik had een hoek staan. Yeah, rij hem over! Oh, ik... Ja, ik heb hem! Ik wil zeggen, ga je nog terugschieten of? Nee, ja, je zegt rij hem over. Toen dacht ik, wacht, echt in twijfel, rij ik? Nee. Ik was mezelf moed in aan het praten. Eén ding wat we niet moeten doen is stilstaan, want dan gaan ze op een gegeven moment granaten gooien. Dan zijn we echt fucked. Ja, of niet. Weet je zeker? Ja, dan moeten we hier de trap omhoog. Ja, daar zit er achter. Nee, dat gaat niet werken. Oké, pas op. Ik heb hem gewoon gemist, volgens mij, man. Die ring. Shoot down. Het zijn er twee. Ik heb er eentje down. Die andere ren ik even weg, want dan ben je er weer. Heb je al een keertje gehoord dat je op de liedzanger van Chef Special lijkt? Ik heb er geen idee wie dat is. Yeah, maar het kan. Ah, het zijn er nog, het is er nog eentje! Ja, het zijn er drie, hè? Nu niet meer. Dat is goed, laat hem hier maar. Ja, ik ben wel bijna dood nu. Ja, dan moet je even de light bridge moet je... Okay, stay frosty, want nu komen we weer in enemy territory. Wat maak ik er nog van doorrijden? Ik dacht dat hier ook enemies waren. Ik ben wel echt bijna dood. Weet je wat ik ga doen? Ik spring hier even naar beneden. Dan heb ik weer een nieuwe... De captain really gave them hell. Deze kunnen we ook tegelijkertijd afbreken. We can find Captain Keys and the other survivors. We have a chance to coordinate an effective resistance. Tuurlijk zou ik dat niet doen, man. Flop. Kijk, maar dan heb ik weer in ieder geval, dan heb ik niet meer mijn gun. Daar had ik even niet over na. Oh, ik heb wel mijn gun. Nice. Nice. Ik
Ik had deze zeker gespeeld op de originele Xbox. Ik heb dat verhaal toch wel eens verteld. Dat ik 400 gulden van mijn ouders kreeg om 2 weken thuis te blijven. En dat ze, zodra ze het huis uit waren, rende ik naar de Intertoys en had ik voor 400 gulden een Xbox gekocht met Halo erbij. En toen heb ik echt de rest van de vakantie alleen maar bij opa en oma gegeten. Had jij dat vroeger ook, met de decembermaand van de Intertoys? Ja man! God. Dat was bijna net zo vet als Sinterklaas zelf. Ja toch? Oh. Met je broertjes. Naar al die fucking shit kijken die je, toch niet kreeg. Ja. Het ziet er heel slik uit, Brick. Heel slik. Zo zag het eruit, wat, kijk. Die game? Nee joh. Zo zag het eruit. En zo ziet het er nu uit. Dat is wel een groot verschil, toch? Xbox was 399 gulden. Met de Halo pack. En Sega... Niet Sega Rally, maar Sega GT, geloof ik. Zoiets heet het in ieder geval. Toen ik Halo 1 aan het spelen was. Maar dat was op de PC wat je daar ziet. Smash, dat is echt alweer 2 jaar later of zo. Oh, heerlijk hoor. Ja, kijk, dat zijn ze. Mij en die gasten boven die sniper. Oh, ja, volgens mij is dat prima zo. Toch? Krijg me nu al. Oh, hier, dropship. Ja, vet hè? Ja, ik speel dat ook heel veel met mijn broertje en met vrienden ook. Gewoon couch co-op. Precies zoals Polish en ik nu aan het spelen zijn. Zo was ik aan het couch co-op tijdens die hele vakantie. Want een vriend van mij die bleef bij ons thuis ook. Toen gingen we alleen maar elke fucking nacht Halo doen, man. Oh, kut. Doe damage dan, doe damage dan. Die kutbomen. Ja, lekker. Hier nog die blauwe. Step down. Step down. Echo 419 to Cortana, come in. We read you, Echo 419. We have survivors and need immediate dust off. Roger, Cortana. On my way. I've spotted additional lifeboats in your area. Volgens mij was dit toch. Hier ligt een sniper. Ik weet, wil jij sniperen of. Oké, ik loop naar boven. Even die gasten bevrijden. Hier hebben ze nog geen toeter voor de Warthog. Dat is best wel jammer. Die mis ik wel. Die mis ik het beste in, hoor. Ja, inderdaad, die toeter. Nee, laat maar. Ik heb niks gezegd. Warning. I picked up reports that the Covenant has located and secured the Pillar of Autumn's crash site. The good news is the captain is still alive. The bad news is that the Covenant have captured the entire surviving command. Let's hurry and find the final lifeboat so we can link up with the rest of the survivors. Volgens mij heb ik het gevonden. Ja, hier is het. Maybe they took cover in that structure. Let's check it out. They're everywhere. There it is. Ik ga gewoon rondjes rijden nu hier hoor. Jezus. Dat scheelde niet veel. Oh my god. Letterlijk op de rand van de afgrond. Ik moet hier weg, man. Oef. Oi.
boven. Als je stuk daarheen gaat, daar zitten er ook nog pilots. Dan pak ik hem. Don't mind if I do. Ik ben gewoon ouderwets dood. Oh, hier ligt hij. Gewoon met mijn gun, jong. Ja, hij is down. Gaan we naar beneden? Oh shit, hoor je dit geluid? Er zit een gun vast in de muur, zie je dat? Die bug is nog steeds niet verholpen. Dat is deze gun die in de muur vast zit, die is aan het klippen. Waar ben jij? We didn't rescue any of the Marines? 100% casualties. We didn't rescue any of the Marines? Die liepen net toch allemaal naar buiten? Ja, ze waren allemaal op. Oké, kut. Ja, ik werd gestikt. Ik ben dood. Blijf leven. Ja, ik ben er weer. Kan zijn dat we eerst alles dood moeten maken, hoor. Maar, ja. Is het makkelijk terugkeren naar Destiny 2? Gestopt net voor de Year Pass content. Is het nog steeds daily, weekly, nightfall, powerful bounties om te levelen als solo speler? Ja, zeker. En Sundial Run kan je gaan doen tegenwoordig ook, uiteraard. En je begint volgens mij, je base level is 750 als je daar nog niet voorbij was. Dus het is best wel makkelijk om aan te haken, man. There's our ride. Get aboard and let's get out of here. Welcome aboard, Master Chief. Ready Mom. For dust off. Ready for dust off. Dick out. Kan je ook in de cutscenes switchen? Nee.